Yo mensen, mijn naam is Joel, ik ben Philips op YouTube en fijn dat jij op te kijken naar een nieuwe dagelijkse video. Het is vandaag zaterdagavond, het is al 12 uur geweest volgens mij, het is al de nacht volgens mij. Maar goed, fijn dat jij op te kijken naar een nieuwe dagelijkse video. Voor de mensen die niet weten wie ik ben Joel, ik maak elke dag video's op YouTube en dat is eigenlijk een beetje wat ik doe in mijn dagelijks leven. En voor de rest ben ik heel erg thuis op bed, alleen een grapje, natuurlijk niet. Maar fijn dat jij op te kijken naar een nieuwe video, ik zeg het al 3 keer. Goed, wat heb ik vandaag gedaan? Allereerst gaan we het daarover hebben, maar we gaan het vandaag hebben over het onderwerp namelijk... We gaan het heel kort hebben over de Boeing 777, als ik het goed zeg. Of in ieder geval een vliegtuig die dus schijnt gekaapt te zijn. Ik heb het gehoord op het nieuws vandaag. Ik was vandaag het nieuws aan het checken en ik hoorde dus dat er een mogelijkheid is dat dus die vliegtuig gekaapt is. Met al die mensen daarin. Maar het kan ook zijn dat die neergecrashed is. Weet je, ik weet niet wat er mee aan de hand is. Eén ding weet ik wel, dat ik het best wel apart vind. Om de telefoontjes. Kijk, dit is het raarste punt van het verhaal, zeg maar. Ik bedoel, als jij gebelt, of als jij iemand belt... Dan kunnen politie zeg maar jouw telefoon traceren, dus dan weten ze waar je te vinden bent. En het dingetje is dus, die telefoons in het vliegtuig van die mensen, die gaan wel over. Maar ze kunnen dus niet traceren wat het is. En ik weet niet, of jij kan het mij uitleggen, ik snap het in ieder geval niet. Ik vind het maar heel apart, dus ik weet niet hoe ze dat gaan oplossen of hoe, wat. Maar goed, ik denk wel dat we binnenkort iets op het nieuws gaan zien over, ik weet niet, iets wat gaat komen natuurlijk. Ik ga even een pet op doen, ik heb daar zin in. Goed, hoe was jullie dag jongens? Hoe was jullie dag? Vertel het eens aan mij, hoe was jullie dag? Mijn dag was echt heel, heel gezellig. Ik heb echt een hele leuke dag gehad. Ik moest voornamelijk vandaag werken. En dat is het leukste dingetje. Ik moest werken en het was zeg maar zo dat ik dus in de ochtend vroeg moest werken. Kwart over 9 moest ik al zijn. En in de middag werd het echt heel druk bij de Coolcat. En er waren echt heel veel mensen. En toen even later ging ik dus parfum halen. En ik ben iemand, ik heb al echt zeker al een paar jaar lang geen parfum gebruikt meer. Echt al 2-3 jaar lang. Of ja, een klein beetje parfum. Ik gebruik het eigenlijk haast nooit. Een van de redenen is omdat mijn huid heel pijn deed. Ik had echt een hele, ja, wat jullie hier zien, zeg maar, nou kan ik het laten zien. Maar ik heb een tijd gehad dat het echt gewoon heel pijnlijk was voor mij dit hier. Want het was echt heel droog en het en dat. En goed, dus ik had vandaag parfum gekocht. En dat koop ik niet heel vaak. Ik heb vandaag parfum gekocht. Ik zal het even laten zien. Ik zal het even laten zien. Kijk, dit is zeg maar een soort van... het zijn zeg maar een soort van namaak parfums. Ik weet niet of jullie het weten, maar je hebt dus 1 million, heb je. Je hebt nog heel veel andere parfums. Wat is het nog meer? Van Gucci en zo. Dit is dus de namaak van 1 million. En het ruikt echt gewoon super erg naar 1 million. En het is ook echt super lekker. Deze was, wat is het? 3 euro of zo. En ik heb hier nog eentje. Deze is de namaak van Gucci. En het ruikt allemaal zo... lekker. En aan de ene kant heb ik iets voor jou. Boeien, weet je wel. Het was zeg maar zo. 3 stuks voor 10 euro. En ik heb dus 2 keer die soort van 1 million gekocht. En 1 keer die soort van Gucci. En goed, maar gaat het erom als het maar gewoon lekker fris ruikt. Ik bedoel, ik hoef niet perfect te ruiken en de perfecte geur te hebben. Ik bedoel, voor 60 euro kan je een lekker geurtje halen. Niks mis mee. Ik bedoel, als je het kan, ga het lekker doen. Maar ik heb iets van, nee, laat maar gewoon zitten. Doe maar gewoon niet. Dus goed, dat heb ik vandaag gedaan. En na mijn werk was het eigenlijk heel lachen. Ik was zeg maar, ik liep zeg maar naar... naar huis. En ik liep even langs de Laplace. En ik weet niet of jullie weten wat de Laplace is, maar dat is dus een eetzaak. En ik liep daar dus langs. En dat was een meisje die ik nog ken van de middelbare school. Die had ik al heel lang niet gezien meer. Een beetje lopen praten. En ze legde uit waarom ze daar werkte. En ik had iets van ja, leuk. En op een gegeven moment zag ik dus op de achtergrond, terwijl ik dus met haar aan het praten was, dat ze dus dat eten daar, de broodjes van die pistoletjes met kaas, ham, wat dan ook, gingen ze gewoon weggooien in de prullenbak. En ja, dan maak je me pissig. Als je eten gaat weggooien wat nog gewoon te eetbaar is, dan heb ik iets van ja. Waarom geef je het dan niet weg? Of waarom doe je het dan niet even, weet ik veel, doe er iets mee. Iets wat handig is. Maar in ieder geval, ja, zij gooiden het weg. En ik zei expres achterop, ik zei van, ah, oh, wat zonde, gaan ze dat eten weggooien? En ik draait ze om, wil je een broodje dan? Ik zei, ja, is goed. Ja, kies maar uit, ik heb nou die. En toen heb ik een lekker broodje gegeten. En toen in de avond heb ik lekker vanaf 7 uur of 8 uur heb ik afgesproken met een vriendin van mij. Het was hartstikke gezellig en het was heel chill. Dus ik heb echt een hele leuke avond gehad. En dat is ook de reden waarom ik deze vlog een beetje laat upload. Maar goed, dat hoort er ook bij. Te laat, ja. Te laat. Soms is te laat niet chill. Ik bedoel, ik heb nou mijn video te laat. Maar ik bedoel, we zijn allemaal te laat. Niet dan? Ik ben ook wel eens te laat. Ben jij ook wel eens te laat? Ik denk dat we allemaal wel een keer te laat zijn, toch? Ik bedoel, we zijn wel eens te laat. Eén keer is te laat. Wat is het? Te laat. Je komt ergens te laat. Ja. Hoe ga je er nou mee om? Weet ik niet. Moet jij zelf weten. Maar goed, ik heb echt best wel last van koppijn. Ik weet niet, het is echt heel gek. Ik heb echt een beetje last van mijn hoofdpijn nu. Maar ik ga lekker direct slapen. Ik ben echt heel moe. Morgen ga ik naar de kerk toe. En ik heb echt zo zin in de kerk morgen. Ik geloof echt dat het een leuke dienst gaat worden. Ik ga morgen namelijk naar Almkerk. Ik weet niet of jullie de plek kennen, maar zo niet. Ja, dan niet. Ik heb er allemaal heel veel zin in. Dus dat is dat. Wat ga ik morgen ook doen? Ik moet morgen nog een aantal video's gaan editen.
opdracht. Ik moet nog eventjes gaan leren voor school. En dan zit het eigenlijk een beetje op het weekend, zeg maar. Dus ik moet dat eigenlijk een beetje gaan doen. Dus dat komt allemaal wel goed. En heb ik nog iets bijzonders gezien? Ja, nee, niet echt zo. Ik heb niks meer bijzonders te leren meer. Ik denk dat ik een einde ga maken aan deze video. Het is heel kort, maar goed, soms is kort heel fijn. Ik bedank je allemaal voor het kijken naar deze video. En ja, mocht je vragen hebben, mocht je een onderwerp hebben, mocht je weet ik veel wat hebben, laat het me gewoon gerust weten. Ik bedoel, laat het me weten. Heb je een onderwerp voor de video van morgen? Laat het nu weten hieronder in de reacties. Wacht niet langer. Zet hieronder nu een reactie met een onderwerp en dan gaan we het daar morgen over hebben. Dus laat het me weten. Ik wens jullie een fijne zondag. Geniet van deze dag. En Twitter, Facebook en Instagram zet hieronder in de beschrijving. En ik zeg ciao!